Welkom in de nieuwe Ondernemers Boekenkaas aflevering nummer 97. En dit keer bespreken we weer zo'n pil. Gelukkig is er iets van 100 pagina's aan, meer dan 100 pagina's aan noten, voetnoten. Goed, dat betekent nog steeds 412 pagina's om te lezen. Het boek is De Crisis van het Democratisch Kapitalisme. Geschreven door Martin Wolf. En Martin Wolf is de chief economics commentator van de Financial Times. Hij is geboren in Londen. Zijn vader was geboren in Oostenrijk en zijn moeder in Nederland. En waren beide Joods en zijn gevlucht voor de nazi's. En kwamen in Londen uiteindelijk terecht. Zijn eerdere boeken Why Globalization Works, Fixing Global Finance and the Shifts and the Shocks. Ja, die schreef hij in 2 zomers. En dit boek werden er 5. Dat was een beetje een tegenvaller voor hem. Maar dat noem ik even bewust, omdat het heeft wel een voordeel opgeleverd. Want in die tijd dat dus dat die vertraging opliep, bestormden de aanhangers van Trump het kapitaal. Werden de gevolgen van Brexit duidelijker. En ook de gevolgen van COVID heel erg duidelijk. En hoe de overheden daarop ze reageren. Dat heeft hij meegenomen in dit boek, dat is superduidelijk. Ik vind het echt een lastig boek. Okay. En misschien leest het wel makkelijk weg, zoals je net in het kort voorgesprek iets over zei. Maar ik vind het lastig omdat hij ziet over de wereld dat het kapitalisme onder druk staat. Ik lees het even met je op voor mezelf, ik had het opgeschreven namelijk. Maar hij heeft een heilig geloof in kapitalisme. En dat is... Hij lijkt gewoon geen enkele andere opties te zien. Hij benoemt de uitdaging van milieu, van CO2 met name dan, biodiversiteit. Maar hij ziet maar één oplossing en dat is groene groei. We moeten gewoon harder groeien, iedereen moet meer groeien. Hij heeft het ook alleen maar over welvaart, niet over welzijn. Hij heeft het alleen maar over dat we moeten de welvaart opkrikken. Want dan komen we allemaal uit problemen. En hij heeft het bijvoorbeeld helemaal niet over de problematiek van de grondstoffen als we harder groeien. Wat dan ook naar voren komt. Hij kijkt dus... Naar een BPP bijvoorbeeld als een belangrijke maatstaf. Wat voor heel veel mensen zeggen, ja, dat heb ik de sterke twijfels over. En hij heeft het als mensen als Jason Hickel, wat hij noemt ook met het boek Less is More. Dat ziet hij als een soort dromers. Dat plan wat zij hebben over degrowth of over postgrowth, over krimp zelfs. Nou, dat ziet hij totaal niet zitten. Dat kan niet. In zijn visie is er geen enkele andere oplossing mogelijk als het kapitalisme. Heeft hij er al verschillende namen voor. Hij heeft daarnaast een scherpe mening over de leiders van de landen van Rusland en China. En daar komen ze ook nog op terug. Maar hij maakt zich vooral zorgen over het liberaal democratie, zoals hij het noemt. Met een toenemende autoritarisme, de groeiende ongelijkheid en de vrije en eerlijke verkiezingen dat die onder druk staan. En dat zegt hij met name richting zijn kleinkinderen. Hij hoopt dat zijn kleinkinderen een betere wereld van maken dan... En dan wij dat hebben gedaan met onze generatie. Wat op zichzelf een vreemde uitspraak is. Want dan leg je gelijk het probleem, verschuif je gewoon naar de toekomst. En leg de druk ook bij hun neer. In plaats van dat we zelf het gaan oplossen. Nee, we leggen er gewoon een probleem bij onze volgende generaties neer. Hij zegt, ja, wat hier op de achterflap staat. De voorstanders van het kapitalisme zeggen dat ze beter af zijn zonder democratie. De voorstanders van de democratie zeggen dat ze beter af zijn zonder het kapitalisme. Volgens Wolf is dat ze niet zonder elkaar kunnen. Dat is eigenlijk, weet je, wat hij in het boek probeert te laten zien. En wat ik dan wel weer grappig vind, voordat het boek begint, heeft hij daar staan en noemt het ook een paar keer in het boek. Het motto van het boek is, alles met mate. En eigenlijk vind ik dat hele boek dan tegenstrijdig met dat motto. Maar goed, dat is dan mijn visie. Jouw visie, Tom? Ja, wat zal ik daarvan zeggen? Ik denk dat er 2 dimensies zijn waar we natuurlijk even rekening mee moeten houden is, hoewel dat hoeft niet per se altijd met de leeftijd te maken te hebben. Hij is natuurlijk iemand die in de traditie van mensen als Hayek en Popper, Popper citeert hij overigens ook een paar keer in het boek, als Joodse jongen in die Joodse community in Londen opgroeit. En eigenlijk het hoogtij van het kapitalisme, of het liberalisme zou je eigenlijk moeten zeggen,
Dat maakt hij mee en dat ziet hij eigenlijk teloor gaan. En ik geef je volledig gelijk, want Jason Hickel krijgt wat dat betreft ook meteen een druim zijn oren, dat de stap dan verder te zetten, dat is niet aan hem besteed. En ik weet niet of het met zijn leeftijd te maken heeft, of dat dan de FT, hè, Financial Times toch te conservatief is. Alleen daar duiken we dadelijk wel op in. Wat ik interessant vind aan het boek is eigenlijk die eerste stap, dat de FT, wat de belangrijkste economische krant is op de wereld, dat iemand die, en dat zullen we namelijk ook wel zien, ook op basis van citaten en wat hij doet, als je ziet hoe hij eigenlijk de heersende klasse kritiseert, en eigenlijk ook kritiseert wat er sinds de jaren 80 gebeurd is, eigenlijk kritiseert hij het neoliberalisme de hele tijd, dat vind ik wel uitermate interessant. En zeker, we nemen deze podcast nu op 29 november. Ja, kort na de verkiezingen in Nederland, wat hij over het populisme zegt, vind ik ook uitermate interessant. Dus juist ook in het kader van die context met populisme en wat gebeurt er eigenlijk met je democratisch bestel, vind ik een uitermate interessant boek. Omdat dus een heel groot stuk ook in staat over bijvoorbeeld populisme. En er zijn een hoop mensen op social media die het allemaal heel verbazingwekkend vinden wat er in Nederland gebeurd is. Wat dat betreft zou ik al zeggen, lees dat boek maar van Martin Wolf. Overigens ook het boek van Michael Sandel, wat we besproken hebben. Want dan zouden toch een hoop mensen. Want daar staat eigenlijk ook alles al beschreven wat exact wat er gebeurd is en waarom het vooral, waarom het gebeurd is. Dus ik denk dat we dat wellicht ook van elkaar moeten scheiden. Ik ben het met je eens dat ik het persoonlijk ook erg jammer vind dat hij Jason Hickel en Zero Growth of Degrowth, dat hij dat zo makkelijk wegschuift. En ik heb daar ook niet een hele goede verklaring voor, omdat hij bij andere dingen wel eigenlijk intellectueel duidelijk opener is voor, ik zou hem zeggen, ja, ik wil niet zeggen voor nieuwe ideeën, maar toch wel flexibeler is. Als ik zie wat hij bijvoorbeeld citeert. Hè? Piketty bijvoorbeeld citeert hij regelmatig. En dat is voor iemand die zijn hele leven bij de FT heeft gewerkt. Waar je zegt, nou, het is best wel established. De krant van het kapitalisme, noem ik het maar even. Daar is hij wel intellectueel flexibel genoeg om dan met Piketty bezig te zijn en anderen. Dus. Maar ik sluit me op zich wel aan bij jouw eerste conclusie. Ik denk ook dat stuk over de democratie, daar kan ik wel in vinden. Maar vanuit het kapitalisme, eigenlijk wat hij nauwelijks doet, is de link leggen dat het kapitalisme de problemen heeft veroorzaakt waar we nu in zitten. Dat betreft grondstoffen, vervuiling, biodiversiteit. Hij noemt dat een keer, twee keer en dan houdt het op. Maar nog steeds vindt hij daarmee dan het kapitalisme is de oplossing. En dat vind ik bijzonder. Wat ik ook opvallend vond, als je kijkt naar de inleiding van, spreek even naar voren, maar naar de inleiding van het laatste deel, deel 4. En dan heeft hij het over de drie transformaties. Dan zegt hij, voor zijn gevoel is het vierde deel het belangrijkste deel van het boek. Wat dan heel bijzonder is, want het is maar 35 pagina's, twee hoofdstukken, die heel klein zijn. 10% van het boek. De rest gaat hij heel diep op in. En dan is dat vrij oppervlakkig. Dus ik vond dat heel bijzonder. In ieder geval, het boek heeft vier delen. Over kapitalisme, deel 1, deel 2, wat ging er mis? Deel 3, de vernieuwing van het democratisch kapitalisme. En deel 4, kantelpunt van de geschiedenis. Dat is waar we voor staan. Hij begint het boek met waarom hij dit boek schreef. Ik ga het niet allemaal oplezen, maar wat ik wel opvallend vond in het stuk was, wat hij schrijft is een quote: democratie is altijd onvolmaakt, maar tirannie is nooit het antwoord. Dat vond ik een opvallende quote. Want hij verwijst dan vooral naar de vrees die hij heeft voor de wereld van de toekomst. Met dictatoren zoals Xi Jinping van China en Vladimir Poetin van Rusland. Dus hij is vrij hard richting die twee grote naties. En vooral die twee grote dictators. Maar hij verwijst ook naar Donald Trump en Narendra Modi en Jair Bolsonaro. Als potentieel dictators, nou ja, allemaal potentieel. Ik denk dat het wel behoorlijk dicht in de buurt komen.
Die dus op zoek zijn naar ongebreidelde macht, zoals hij het omschrijft. Het is veel geschreven richting de VS en rijke landen met een hele grote angst voor China. Zo lees ik dat vooral, dat stuk. Dus waarom hij dit boek schreef. Ja, hij maakt zich vooral heel erg zorgen over de toekomst van de democratie in combinatie met het veranderende kapitalisme. Waarbij hij het ook heeft over, hoe heet het ook alweer? De rente, hoe heet het? Renteniers-kapitalisme, geloof ik, dat heet het. Hoofdstuk 5. Ja, dus dat, nou, dat is de intro voor zijn boek, waarom hij het schreef. Ja, op zich, dat is wat ik ook net zei. Het heeft gewoon ermee te maken dat hij, omdat zijn, en misschien is dat toch wel belangrijk om dat even te zeggen. Dus dat, hij is overigens ook relatief bekend in Nederland. Dus hij heeft ook in Buitenhof en zo gezeten. Dus voor de mensen die zeggen van, nou, ik vind dat boek een beetje te dik. Maar ik vind het toch wel interessant om eens te kijken wie Martin Wolf is. Dus zijn moeder, die Nederlands is, daar zijn. Daar beschrijft hij dat haar vader een boot huurt en vlucht. En dan wacht op alle familieleden. En dan komen er maar een paar opdagen. En de rest is gewoon door de Holocaust omgekomen. Dus dat is dat enorme trauma dat zijn hele familie vermoord is. Omdat die dictatuur in Duitsland ontstond. Dat is zo dwingend. En in die omgevingen zijn natuurlijk ook in Londen opgegroeid. Dat is alles bepalend. En je ziet overal, zie je in principe dat schabloon, wat autobiografisch is, dat legt hij ergens overheen. Dus als het over Poetin gaat, of hij ziet elke keer, ziet hij, het begint met iets en dan is de kans dat het volledig ontspoort. Daar waarschuwt hij voor. En hij zegt, wat vind ik wel interessant voor pessimisme, hij zegt, ik word vaak als scepticus neergezet of als pessimist. Hij zegt, dat is wel de reden dat ik nog leef. En dan noemt hij dat voorbeeld van zijn twee opa's. Die beide zijn gevlucht. En dat vond ik berensterk. Vond ik een berensterke introductie ook. Dus ik denk dat je die context. Dat is iets wat op zich staat en begrijpelijk is. En dat zal voor zijn kinderen of kleinkinderen. Zal dat in principe weer. Zal dat in principe weer anders zijn. En hij groeit natuurlijk daarna op met die eigenlijk gouden eeuw, noem ik het maar even. Hè, dus de tijd tussen 1950 en 1980, die wordt gezien als absoluut hoogtepunt van stijgende welvaart en tegelijkertijd stijgende democratische ontwikkeling. En dat is, eigenlijk is het een boek over restauratie. Hij wil in principe weer terug. En dan kom je na de hand overigens ook bij populisten. Eigenlijk die nostalgie dat het allemaal nog klopte. Hè, dus dat de volgende generatie steeds welvarender was. Hè, wat je overigens terecht ook net hebt genoemd. Het gaat vooral over welvaart, materiële welvaart. En de tijd dat de dictatuur ver weg was. En hij zegt vanuit die persoonlijke context. Het is niet vanzelfsprekend dat je in zo'n samenleving leeft. En dat is denk ik heel belangrijk. Wij vinden het heel moeilijk om ons voor te stellen dat een democratie weer in een dictatuur verandert. En dat is eigenlijk zijn grote appel. Hij zegt, dat is niet onmogelijk. Een democratie kan weer een dictatuur worden. Ja. Als je dan naar hoofdstuk 2 kijkt, de eerste zin waarin het begint. De voornaamste reden dat mensen samenwerken is dat ze economisch belang bij hebben. Dat vind ik toch een hele bijzondere zin, die dan, als dat je conclusie is, dat het zo werkt. Ik zou zeggen, mensen, dus, door de eeuwen heen hebben we gezien dat mensen het gewoon heel belangrijk vinden om. En het zit in ons genen dat wij het veilig vinden als we met mensen samen zijn, zodat we, als we alleen zijn, dat de kans dat we het overleven neemt af. En dus we vinden het ook onprettig om met mensen samen, we willen er graag bij horen. Dus de gedachtegang dat we alleen met mensen samenwerken omdat we een economisch belang bij hebben, vind ik een bijzondere. En dat zegt hij later ook weer, dan heeft hij het over dat eigenlijk. Die wens van die populisten terug te gaan naar het verleden eigenlijk alleen maar slecht is. Want de mensen vanaf 1800 die zijn altijd onderdrukt geweest, hebben het altijd slechter gehad.
Want dat is, als je andere boeken leest, zoals van Hickel, dan snap je ook dat de andere momenten af, het begin van alles bijvoorbeeld, dat er heel veel momenten in de geschiedenis waren waarbij het gewoon beter waren, maar waarbij het anders verdeeld was. Het was er niet zo'n duidelijke democratie, maar het was nog steeds de commons, voordat mensen, de aristocraten, zeg maar, het land afzetten en zeggen: alle mensen, dit is nu mijn land, je moet oprotten en je mag komen terugwerken voor een klein loon, een kleine vergoeding. Ja, dat was de verandering. Maar daarvoor leefden ze gewoon met elkaar. Maar dat heeft hij volledig gemist. Totaal. Dus dat is in principe bij dat voorwoord van deel 1 ook. Heb ik op de kantlijn geschreven van Graeber. Precies wat jij nu ook noemt. Dus dat vonden wij beiden het interessante aan Graeber. Dat hij dus liet zien dat idee van de geschiedenis. Dat dat een ontwikkeling is. En de ontwikkeling van parlementaire democratie. En van de verschillende soorten maatschappijen, et cetera. Dat dus allemaal noodgedwongen zo is, dat is wat Graeber omvergooit. En wat jij net zegt ook met de commons. En dat is dan weer wel gek, juist omdat hij in Engeland op is gegroeid. Dan zou je zeggen van ja, de commons, dat zou jij eigenlijk moeten kennen. Want hij noemt andere dingen, noemt hij namelijk wel. Dus nee, dat ben ik volledig met je eens. Alleen ik denk dat we even moeten zeggen van oké, de man is wie die is. Het is een oude conservatieve liberaal in de goede zin van het woord. En die zegt van ja, omdat het kapitalisme ontspoord is, het kapitalisme moet weer terug op de rails. En dan zegt hij in deel 2, ja, wat is er eigenlijk fout gegaan? En ik denk dat wel interessant is, omdat het populisme waar we nu mee te maken hebben, even los van degrowth en vergroening en biodiversiteit, et cetera, ik vind dat hij dat wel heel erg goed uitlegt. En wat ik vooral interessant vind is dat. Als je daar stukken tekst leest, dan is dat zo links progressief. Of tenminste, tegenwoordig zouden we dat links progressief noemen. Dat we ons helemaal niet meer realiseren dat volgens het oude liberalisme je ook gewoon je belasting moet betalen. En dat het optimeren van je belasting helemaal niet een oud-liberaal grondprincipe is. En daarom is bijvoorbeeld dat laatste hoofdstuk wat jij net al noemde, wat het allerbelangrijkste is. Wat is de conclusie? De conclusie is eerherstel van het staatsburgerschap. Dus dat is de context waarin de man zit. Die zegt van, het is een plicht of een privilege zelfs om bij te dragen aan de samenleving. En het is een primaire opgave van een samenleving om ervoor te zorgen dat het met iedereen heel goed gaat. En dat zegt hij als oude liberaal. En ik denk dat we in die framing moeten duiken. Want als we bij Graeber en Jason Hickel, die wij uitermate interessant vinden, daar ga je bij hem geen punten mee scoren. Omdat hij die uiteindelijk gewoon volledig negeert, die posities. Nee, dat snap ik. Maar wat hij dus zegt is dus dat je dat hij noemt dat een symbiotische relatie tussen de democratie en het kapitalisme. Ik snap dat ook allemaal, wat hij daar schrijft. Hè? Dus dat je een maatschappij opbouwt met goede burgers en mensen, alle mensen die belasting betalen. En dat komt dan later terug, maar tegelijkertijd is het ook duidelijk en ook belangrijk blijkbaar dat je verschillende lagen in de bevolking hebt. En dus gelijke kansen is in zijn visie ook heel betrekkelijk. Dat komt dan niet in het eerste deel, maar dat komt zo meteen later terug. Maar dus hij heeft veel dingen over dat democratische stuk waar ik me in kan vinden. Hè, dus het opkomst van het populisme, de verbinding tussen het rijkste deel van de bevolking, waarbij zij dus greep hebben op de macht, waarbij zij greep hebben in Amerika op de rechters, op besluitvorming, ook filantropie, waardoor ze dus keuzes maken waar stoppen we geld in, waar niet. Hij laat zien dat in dat soort landen veel minder belasting wordt betaald door die grote groepen. Dus hij laat bijvoorbeeld zien met de VS. Maar de belasting tot deze mensen 20% en voor de rest van de bevolking is het ergens tussen de 30 en de 35%. Maar dat zijn ook al dingen die hebben we ook al vaker genoemd. Hè. Dus voor mij is het niet zo heel bijzonder, denk ik dan. Nee, maar het is, ik denk dat het op zich niet bijzonder is. Die posities zijn niet bijzonder, maar het is interessant dat iemand die de hoofdcommentator is van de FT en die gemakshalve als, ik zou maar zeggen, op
aan de conservatieve kant van het politieke spectrum zou neerzetten. Dat is degene die voor de oerliberale waarden opkomt. En het framing waar die in zit, is dat hij zegt, en dat is in principe in dat eerste gedeelte over kapitalisme en democratie, hij zegt dat is min of meer, dat hoopt hij natuurlijk, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom gaat hij ook zo tekeer tegen China. Hij zegt in principe, als ik naar alle welvarende landen kijk, dus even bewust welvaart en niet welzijn, maar als we kijken van welke landen zijn nou rijk geworden en waar leiden de mensen geen armoede, dat is zijn framing, dan zijn dat allemaal kapitalistische landen of landen die op een gegeven moment kapitalistisch geworden zijn. En dat is in principe ook altijd die positie over India en China, dat ze zeggen, ja, je hebt 1 miljard mensen verheven uit de armoede. En die zijn vroeger allemaal doodgegaan omdat ze eigenlijk gewoon niks te eten hadden, om het even heel plat te slaan. En hij zegt, al die landen die welvarend zijn, dat zijn democratische landen. En omgekeerd, de landen die democratisch zijn, die zijn toevallig ook allemaal welvarend. En dan legt hij die twee over elkaar heen en zegt, het is toch allemaal hartstikke simpel. Als je wilt dat het een goede symbiose is, dan moet je die twee met elkaar in stand houden. En dat is dan het tweede gedeelte. Wat gaat er dan fout? Je moet wel zorgen dat die symbiose in stand blijft en dat je bijvoorbeeld niet te veel machtsconcentratie hebt. En dat voorbeeld wat jij net noemde over filantropie, is hij bijvoorbeeld heel kritisch over. Hij zegt, Bill Gates, WHO, kan niet. Waarom kan één burger eigenlijk het recht dan nemen zich daar, ik zeg maar, op het politieke speelveld te gaan staan en te zeggen van, ik bepaal als individu wat ik met betrekking tot gezondheid relevant vind. En dat is een oerliberaal principe. En dat zijn we inmiddels vergeten, dat oerliberale principes zijn. Antitrustwetgeving. Er moet niet te veel machtsconcentratie zijn. Hij gaat tekeer tegen de Amerikaanse tech-industrie. Dat is op zich niet nieuw. Alleen normaal gesproken komt dat meer uit de linkse hoek, zou ik maar zeggen. Maar niet vanuit de hoofdcommentator van de FT. Maar de FT heeft op een gegeven moment ook een paar jaar geleden een hele grote editie gemaakt. Reinventing Capitalism of zoiets. Dus. Wat ik interessant vind is dat het FT, wat als spreekbuis geldt van het kapitalisme, al die spelers waar ze dagelijks over berichten, zo sterk kritiseert. En hij is nu eenmaal die belangrijkste commentator. En in dat tweede gedeelte, wat ging er mis? Ja, daar zegt hij uiteindelijk van, jongens, jullie hebben eigenlijk gewoon je economische macht. Hebben jullie misbruikt om invloed te nemen op de politiek? En dat is niet de bedoeling. Mensen die rijk zijn moeten belasting betalen, die moeten niet de politiek corrumperen, et cetera. Hij is enorm. Trump wordt als dictator afgeschilderd, et cetera. En dat is vanuit die hoek. Het is geen linkse krant, het is niet The Guardian, het is niet. Het is niet een anarchist. Nee, het is iemand van het establishment die bij het World Economic Forum rondloopt, die met alle belangrijke mensen bevriend is. Die noemt hij dan deels ook. Het komt uit de rechtsconservatieve hoek, komt die kritiek. Oké, wat wil je nog meer zeggen over wat ging er mis? Nou, wat Want daar we zit kunnen. het stuk van populisme namelijk vooral in. Nou, wat ik in ieder geval interessant vind, is om ook even te verwijzen naar andere boeken die we besproken hebben. De opkomst van het rentenierskapitalisme, dat is iets wat we bij schimmelpenning bijvoorbeeld ook zien. Dus wat dat betreft is het eigenlijk klassieke schimmelpenningpropositie of positie. Die zegt van ja, het kan niet de bedoeling zijn dat als je veel geld hebt, huisjesmelkers, onroerend goed. Nee, het moet zo zijn, arbeid adelt. En dat is ook het oude liberale principe. Je wilt nou juist geen aristocratie hebben. Dus wat dat betreft, ja. Eigenlijk zou Schimmelpenninck hier meer moeten naar te verwijzen, omdat hij zoveel loopt te schelden. En ik bedoel, hij scheldt ook. Hij scheldt op Trump, hij scheldt op China, hij scheldt op de grote IT-bedrijven, Apple, weet ik veel wat allemaal. Maar ik vind dat in dat hoofdstuk dat goed uitgelegd wordt. Dus voor de mensen die dat interessant vinden en wat meer achtergrond ook willen hebben. Hoofdstuk 5, de opkomst van het rentenierskapitalisme is goed, zinvol. En er zijn ook andere mensen die hebben aangetoond dat de economische groei dan naar beneden gaat. Even los van wat wij daar weer van vinden van de economische groei. Maar als je al
economische groei belangrijk vindt, dan moet je de inzet in de innovatie en ondernemerschap moet je meer belonen. En je moet het achteroverleunen en veel onroerend goed hebben en daar en vanuit geld steeds rijker worden. Dat is iets waar je door progressieve belastingen eigenlijk op moet reageren. En hij noemt ook even snel het progressieve belastingtarief uit de jaren 50 in de VS, wat we normaal gesproken bij Bregman, wat bij de positie van Bregman zit. En hij noemt het net zo. Hij zegt, jongens, progressieve belasting is belangrijk, want anders krijg je een soort aristocratische maatschappij waar mensen eigenlijk alleen maar hun geld aan het tellen zijn. In dat tweede gedeelte vind ik persoonlijk, maar dat is misschien ook omdat we net de verkiezing hebben gehad met Wilders, die de grootste partij werd, vind ik dat hoofdstuk De Gevaren van het Populisme, vond ik wel heel erg interessant om te lezen. Ik weet niet hoe dat jou vergaan is. Ja, ik heb dat doorheen gescand. Ik heb dat niet allemaal gelezen. Ik denk wel wat hij hier zegt, is dat de hang naar de geschiedenis van de mensen een boosdoener vinden voor wat er nu mis is. En dat zie je. Ja, hij heeft het dan ook in dit verhaal natuurlijk ook meerdere keren over Trump, hoe hij. Hoe Trump in dit spel dat ontzettend slim heeft gespeeld. Om te laten zien dat je waar de problematiek vandaan komt, heeft hij een beeld geschetst, een verhaal van gemaakt. Hè, dus de immigratie van buitenlanders, dat is, die nemen ons de banen weg en de huizen weg. Nou, hetzelfde geluid hebben we hier in Nederland ook gehoord van Wilders en van de VVD, zou ik zeggen. Ja, dus dat hoor je. We verlangen terug naar de geschiedenis, omdat dus die middenlaag waar hij het over heeft. Even, nou, denk ik, dat was natuurlijk het stuk wat heel belangrijk was. De middenlaag die ziet dat hij eigenlijk alleen maar achteruit gaat. Hè? Dus het inkomen, de ongelijkheid wordt steeds groter, het gat met de laag daarboven wordt steeds groter. Dus eigenlijk de enige kant die ze voor zichzelf zien waar ze naartoe gaan, is naar de onderlaag in plaats van weer opklimmen. Dus ze zien als middenlaag niet dat zij eruit gaan komen meer. Ze gaan meer naar beneden. Ze zakken. En dat is natuurlijk het angst die ze hebben, is dat ze dus eigenlijk slechter af zijn als mens. Minder inkomen, minder vermogen, minder gezondheid, want je hebt straks minder zorg die je vergoed krijgt. Dus de angst bij die middengroep is enorm. En dat zie je, dat die dus terugverlangen naar een tijd waarin zij dus een uitzicht hadden op een betere toekomst. He, dat je de toekomst voor je kinderen een betere toekomst was dan die voor jou. En dat lijkt nu niet meer zo te zijn. Of is niet meer zo, ik zou je ook kunnen zeggen. Want de cijfers die hij laat zien, die tonen aan dat je dus dat die klasse dus gewoon eigenlijk onderuit gaat. Ze krijgen steeds minder inkomen. En Maar het is gestabiliseerd. Het wordt in ieder geval niet meer. wat ik interessant vind, hij gaat daar verder. Dus voor de mensen die het interessant vinden, luister naar de bespreking van het boek van Michael Sandel. En hij doet dat op bladzijde 200. Daar zit ook een voetnoot overigens in, de 100 bladzijden voetnoten. Wat ik overigens fantastisch vind. Ik ben een enorme fan van. Ik word er helemaal lyrisch van als mensen veel voetnoten hebben, dat ik kan kijken waar komt het vandaan. En ik citeer even één zin. Bovenop dat falen komt nog het tussen haakjes terechte geloof dat de succesvolle in de meritocratische wedloop neerkijken op alle anderen. En nu komt het. Armer zijn dan je had verwacht is akelig. Armer zijn dan je had verwacht en ook nog veracht worden is nog akeliger. En dat is in principe de kern van het boek van Sandel. En ook eigenlijk een van de kernoorzaken van het populisme. Het neerkijken en het niet serieus nemen van mensen. En zeggen dat ze allemaal maar dom zijn. En dat ze het verdiend hebben zo, hè, in de situatie zijn. En dat is wat veel, veel dieper gaat dan alleen maar het verschil tussen arm en rijk. En wat hij dan hier zegt is op bladzijde 214. Dat vond ik ook, moet ik echt zeggen, voor de hoek waar hij uitkomt, bemerkenswaardig. Hij zegt, de zakelijke klasse. Er zit onder de eerste zin van het tweede gedeelte van die bladzijde. De zakelijke klasse weet heel goed hoe zij de oude coalitie tussen de hoogopgeleide linkse intellectuelen en de arbeidersbeweging uit elkaar kan spelen.
Dus de zakelijke klasse, dat is wel zijn lezerspubliek, hè? Dus wat hij eigenlijk zegt is, en dat is Piketty, die heeft het over de linkse Brahmanen, hè, dus het Indiaanse begrip, dat die linkse intellectuelen, die eigenlijk vanuit het linkse politieke spectrum, wat we ook bij Sandel besproken hebben, eigenlijk zich sterk zouden moeten maken voor de oude arbeidersbeweging, die niet meer bestaat, maar voor de minder geprivilegeerden. Dat zijn de linkse intellectuelen, die kijken nou juist neer op de mensen waar ze eigenlijk de belangen van zouden moeten verdedigen. He, dus dat is eigenlijk, zie je ook in Nederland weer, ik zie mensen posten, Amsterdam heeft wel links gestemd. Ja, maar dat is nou ja precies, dat is precies het probleem. Dat de linkse intellectuele grachtengordel-elite, die zegt ja, het is weer het oosten. Het is weer, maar het is nu heel Nederland. Het wordt steeds lastiger te zeggen ja, maar daar achter Utrecht, daar kom ik sowieso nooit. En dat is het grote probleem. En dat is wat hij hier beschrijft. En hij zegt van, en hij citeert bijvoorbeeld daar Fukuyama, dat hij zegt dan hier, de zakelijke elite, bijgevolg heeft de zakelijke elite de steun van de lage opgeleide en armere kiezers weten te winnen door te hameren op de intellectuele en culturele arrogantie, het gebrek aan patriotisme, de weerzin tegen traditionele waarden, het vergeten van de eigen bevolking en de economische onwetendheid van de Brahmaanse elite. Dat zegt, nogmaals, iemand die in het establishment zit. En dat vind ik wel erg interessant. En dat zie je natuurlijk in Nederland ook. Dus ik zeg helemaal niet dat de pieten zwart moeten zijn. Maar het zijn allemaal van die voorbeelden. Ik vind het ook veel beter als ze gekleurd zijn. Maar elke keer, of het nou over allerlei lokale gebruiken zijn. En eigenlijk willen we met Nederlands niks te maken hebben. En eigenlijk zijn we allemaal internationaal. En et cetera. Dat is, ja, dat moet je dus niet doen. Dus als je, en hij zegt uiteindelijk, als je een samenleving samen wilt houden, als je de boel bij elkaar wil houden, dan moet er iets van identificatie zijn. En dat is nu eenmaal nog steeds de natie. En dat is nog steeds de taal en de cultuur en de gebruiken en de rituelen en de vlag en weet ik veel wat allemaal. Het is geen toeval dat ze die vlag omdraaien. En dan kun je dan met je randstedelijke arrogantie heel erg op neerkijken. Alleen die mensen zeggen op een gegeven moment, weet je wat, fuck you. Ik stem wel op de stembus. Als ik aan de stembus ga, dan laat ik wel even zien, laat ik jullie wel een poepie ruiken. En dat is in principe heel simpel gezegd wat er gebeurd is. En dat beschrijft hij, vind ik, in dat hoofdstuk wel heel goed. Overigens, ik zit dan te denken ook aan het boek van The Nordic Secret, waarbij dus in die volksbeelden juist dus die overgang in Scandinavië naar dat gevoel van het land, van die natie, je eigen taal, je eigen gebruiken, alles in de jeugd inbrengen, in de kinderen die naar school gaan inbrengen, zodat zij loskomen van nou ja, de invloed van bijvoorbeeld Duitsland bij Denemarken dan. Om hun eigen dingen te gaan doen. Nou, dat zie je dus daar ook. En, dus, en in dat boek zie je ook dat daar dus de verklaring ligt voor de stijging van de welvaart van die landen. En ook in dat geval overigens de welzijn, heel overduidelijk. Wat hij nog wel zegt is, en dat vond ik wel heel sterk, dat hij bijvoorbeeld even over de Brexit heeft. En hij zegt, weet je wat nou het wrange is? Dat overal daar waar dan nog heel erg sterk bezuinigd is, daar hebben ze in principe de kiezers ook allemaal in dat andere, in dat, in, ja, in die andere richting gejaagd. En dat is natuurlijk ook de grote frustratie van Schimmelpenninck en anderen, dat de mensen eigenlijk tegen hun eigen belangen instemmen. Alleen je moet ontzettend oppassen dat je de mensen niet als dom afdoet. En dat is wel wat er ook de afgelopen dagen in Nederland eigenlijk permanent gebeurd is. Ik kreeg gisteren Fokken en Sukken toegestuurd en zo. Het is alleen maar weer van, daar ging het even om van, ja, is er iemand bij Wilders die geen, ik noem maar wat, strafboek heeft? Hoe zeg je dat? En dan denk ik van, ja, dat is precies waar juist dan allemaal zeggen, zie je wel, zie je wel. Die linkse, arrogante media, nou zijn we de grootste overal. En dan heb je niks beters te doen om alsof elders in die politieke partijen er niet ook problemen zijn met de cv's van de mensen, et cetera. Dus ja, ik vind dat hij dat toch wel heel goed beschrijft. En ik kan me best voorstellen dat hij in zijn eigen bubbel dat hij een paar moeilijke gesprekken heeft met zijn lezers en met zijn vrienden. Want hij. Ik vind dat hij behoorlijk uitdeelt. Als je dan kijkt naar
Dan gaan we naar richting de vernieuwing van het democratische kapitalisme, deel 3. Hè? Maar als je dan kijkt naar hoe hij dan vindt dat dan de democratie eruit moet zien, waarbij toch hoogopgeleide mensen praten, toch veelvuldig over, dat die er verstand van hebben, dat die dat moeten organiseren. Dan vraag ik me af, hoe zie je dat dan? Nou, wat hij in principe gewoon doet, hij gelooft nog steeds in de meritocratie. Dus ik vind het op zich wel interessant dat enerzijds citeert hij Sandel de hele tijd. Dus als het om het verklaren van de Trump-kiezer gaat, dan vindt hij Sandel heel goed. Maar het boek van Sandel gaat eigenlijk over die meritocratie, dat is een leugen. De tirannie van de meritocratie. En daar hoor je hem eigenlijk weer niet over. Dus hij komt. De recepten zijn eigenlijk allemaal oude oplossingen. Dus hij zegt van ja, je moet een sterkere antitrust wetgeving hebben. En ik noem wat, hè, als Apple, et cetera, als die allemaal hoge marktaandelen hebben, dan moet je ingrijpen. En je moet die belastingontwijking moet je tegengaan. Het zijn allemaal oude oplossingen. Waarvan ik bijvoorbeeld helemaal niet zeg dat je dat allemaal moet doen. Alleen het is maar, wat mij betreft, maar de helft van het verhaal. Omdat die maatschappij zich ook verder ontwikkeld heeft. En dat betekent onder andere dat jij zegt van ja, duurzaamheid, et cetera, discussie over wat is economische groei wel zo zinvol, welzijn versus welvaart, dat hele gedeelte ontbreekt. En als het om verkiezingen gaat, heeft hij het wel weer over decentrale besluitvorming en ook over Citizen Assembly, hè, Eva Rovers, onze boekbespreking, et cetera. Maar hij blijft uiteindelijk toch hangen in de nostalgie. Laten we teruggaan naar de fase tussen 1950 en 1980. Toen was de wereld nog in orde. Ja, maar, en dat is ook bijzonder. Wat heb je dus dat laatste hoofdstuk? Langzaam naar de afronding gaan, want het boek is toch te dik om alles te behandelen. Maar dan heb je dus het eerherstel van het staatsburgerschap. Dat is de oplossing. Ja, maar ik ben het daar niet oneens met hem, Nee, ik omdat. ook niet, maar het is wel. Maar dat is toch niet een oplossing? Want het feit dat we zeggen we moeten bedrijven als Apple en zo opsplitsen en moeten de belastingontwijking terugdringen. Daar is iedereen denk ik al 30 jaar over eens. Alleen het gebeurt niet, omdat dus die grote rijkende mensen, die hebben dus die macht in die politiek gegrepen. En dat gaan we niet maar zo losbreken. Ja, maar ik zal zeggen, ik vind dat hij wel gelijk heeft dat je kunt. Ik zal maar zeggen, je kunt best de oude dingen die in het verleden goed waren, of dingen die fout zijn gegaan, die kun je herstellen. Neem bijvoorbeeld het hele thema privatisering is volledig doorgeschoten. Collectieve goederen moeten gewoon weer genationaliseerd worden. Hè, discussie in Nederland met de NS, et cetera. Alleen ik. En ik denk dat we dat ook een plaats moeten geven. Dus bijvoorbeeld hij zegt in principe, bijvoorbeeld bladzijde 403 zegt hij, het falen en het wangedrag van de maatschappelijke bovenlaag, dat is eigenlijk zijn kern. Hij zegt van, in dat model van hem, waar een meritocratie, hij zegt eigenlijk, oké, als er gelijke kansen zijn voor iedereen, dan komen de meest capabele, dat is zijn meritocratie, de meest capabele mensen. De elite bestaat uit de meest capabele mensen. Dat is zijn wereldbeeld. En als jij dan tot de meest capabele mensen behoort. En jij behoort tot de elite. Dan heb jij de verdomde verantwoordelijkheid. In het algemeen belang te opereren. Of jij nou politicus bent. Of ondernemer bent. En dat is overigens ook dat oude Rijnlandse idee. Philips die woningen bouwt voor hun medewerkers, et cetera. Dus wat dat betreft is daar helemaal niks mis mee. Nee, eens. Alleen ik denk dat je inderdaad dus verder moet gaan. Hij noemt op een gegeven moment, hij refereert aan een nieuw deal. En hij refereert aan de principes van Roosevelt. Ja, dat nieuwe deel is het fundament van dat laatste stuk, hè, de Ja, vijf onderwerpen. en de nieuw deal is natuurlijk een democratisch principe. En hij zegt, en hij verandert dan in zijn eigen rijtje. Hij zegt in principe, je moet vanuit het algemeen belang uitgaan en je moet ervoor zorgen dat iedereen het beter heeft. Dus je moet niet egoïstisch zijn. Ik denk dat het nog steeds een uitstekend idee is. Ik denk alleen dat heb jij denk ik ook volledig gelijk in. Dat hoofdstuk is eigenlijk het belangrijkste hoofdstuk. Hè, wat is dan de oplossing? Een nieuwe vorm van staatsburgerschap. En ik denk dat je dat makkelijk had kunnen uitbreiden. En dan zijn er dingen waar jij altijd heel erg enthousiast van wordt. Decentrale initiatieven in de buurt. Samen verantwoordelijkheid wil oppakken, et cetera.
Het een sluit het ander helemaal niet uit. Ik bedoel, Nee. hij zegt enerzijds, hij zegt de elite, als jij al politicus bent, als jij al ondernemer bent, als jij al, ik zal maar zeggen, welvarend bent, dan heb je een verantwoordelijkheid naar de samenleving toe. En jij zou zeggen van ja, bottom-up, kijk wat in de buurt gebeurt, kijk wat in de straat gebeurt. We hebben het boekje besproken, afval verzamelen, vorige keer. Ja, en het een sluit het ander helemaal niet uit. En dan is natuurlijk dat wereldbeeld, het is een elitaire man. Een elitaire intellectuele man, die daar meer verticaal in zit in de wedstrijd. Het iedereen overigens gunt om ook bovenin, ik zal maar zeggen, daar de elite te zijn. En wij zitten, denk ik, de nieuwe generatie, zit er veel meer horizontaal in. Boekbespreking van vorige week, waar zij als verpakkings- en designer in het bedrijf, samen met de Turkse kantinebeheerder, daar een initiatief voor vergroening Ja. start. Maar horizontaal is niet zijn wereldbeeld. En overigens, het boek is toch Groen en Gevangen, voor duidelijkheid. Maar, Ja. en op zichzelf vind ik dat dus eigenaardig. Dus je hebt het in het laatste hoofdstuk over de conclusie, heb je het dus over A, een stijgende, breed gedeelde en duurzame levensstandaard. Overigens, dit is de eerste keer dat je het hebt over welzijn, hè, nu in dit hoofdstuk. Want het komt ook naar voren, het woord wordt werkelijk genoemd in het hoofdstuk. Goede banen voor degenen die kunnen en willen werken. Goede banen, dus uitgangspunt is banen blijven de motor. Gelijke kansen. Economische zekerheid. En dan zie je weer economische zekerheid. Dus het gaat niet over welzijn, maar het gaat over dat je inkomen goed zit. En een beëindiging van speciale voorrechten voor de enkeling. Nou, dat zijn allemaal heel logische uitspraken die net zo goed van een populist zouden kunnen komen. He, die zou ook diezelfde uitspraak kunnen gebruiken, wat mij betreft. Dat ze daarna er niks mee doen, is wat anders. Want dat is een beetje het gevoel wat ik met het hoofdstuk krijg. Hè? Dus je doet mooie uitspraken, maar uiteindelijk denk ik dat er niks verandert als je die uitspraak op die manier doet. Want hij heeft het dan over, hè, de meritocratie, daar gelooft hij in. Hè? Dus de elite moet zich dan anders gedragen. Maar dan ben je dus nog steeds een voorstander van een elite. Je bent nog steeds van de gedachtegang dat de verticale vorm dan de oplossing is. En dat je dus een goed staatsburgerschap, die is vooral gericht richting de elite, dat zij zich anders moeten gaan gedragen. Maar dan denk ik, maar waarom zouden we niet vanaf onderaan beginnen en de hele maatschappij op de kop zetten? Ik denk dat ik zou zeggen, ik denk dat beide waar is. De vraag is of je in een samenleving, op welke manier, neem bijvoorbeeld gewoon even Nederland. Je hebt op veel belangrijke posities, heb je bepaalde mensen zitten die, ik noem maar wat, een combinatie van opleiding en weet ik veel wat, daar uiteindelijk beland zijn. En dan kun je dat elite noemen, weet ik veel wat, mensen die universiteiten besturen, mensen die in de Tweede Kamer zitten, rechters, et cetera. Dus laten we dat gewoon even breed ouderwets formuleren. En hij appelleert gewoon aan hun fatsoen. En hij zegt van, het is misschien ouderwets, maar het is natuurlijk ook een ouderwetse man, hè? Dus de foto die erop staat, is gewoon een man die waarschijnlijk altijd een das draagt. En altijd netjes de deur openhoudt. En misschien voor de rest ook conservatieve wereldbeelden heeft. Maar tegen fatsoen is helemaal niks in te brengen. En netjes de rotzooi in de vuilnisbak gooit, et Maar cetera. Het is gewoon, ik het zeg is gewoon, hetzelfde. het is. Alleen ik zeg dan niet, het geldt niet specifiek voor u, dat geldt dus voor de hele maatschappij. Dat is mijn beeld daarop. Daarom zeg ik, het een kan waar zijn, het andere hoeft niet onwaar te zijn. Ik denk dat in principe beide geldt. Alleen omdat het een man is die, ik zou maar zeggen, ouderwets, elitair, meritocratisch denkt. En dat is natuurlijk ook de wereld waar hij in zit. Hè? Weet je, Nuffield College, Oxford, dat is allemaal heel elitair, World Economic Forum. En eigenlijk zegt hij in eigen kring, ik vind jullie allemaal een beetje onfatsoenlijk. Ik vind eigenlijk dat jullie gewoon allemaal netjes belasting moeten betalen. En ik vind ook gewoon dat jullie meer aan je werknemers moeten denken. En ik vind meer dat jullie aan je burgers moeten denken. En ik vind dat iedereen van zijn geld moet rondkomen, et cetera. Het is gewoon een hartstikke fatsoenlijke man. Alleen verder te denken en al die maatschappelijke ontwikkeling, citizen assembly, bottom-up initiatieven, et cetera. Ja, dat is niet zijn wereld. Nee, dus mijn conclusie is dat, ja, hij zegt het in een wereld waar hij middenin zit, net als Schimmelpenning dat, hè, dus hij zegt, ik ben van adel en toch vind ik dat dit anders moet. Weet je, dat gedachtegang, hè, dus ik zit midden in die wereld en ik vind dat dit anders moet. Maar hij doet het wel op een hele
veilige manier, vind ik. Hij doet het wel op een manier dat er niet veel zal veranderen. Hij hoopt dat het verandert, maar hij is niet echt degene die echt met goede oplossingen aan komt zetten in dit boek. En zo gaan we het echt anders doen. En dat. Ja, ik vond dat zelf een teleurstelling in dit boek. Ik was daar wel echt wel van teleurgesteld dat het er zo in zat. En ik snap wat je zegt. Hè. Je moet kijken vanuit de positie waar hij vandaan komt. Dat hij aan die bomen schudt midden in het bos van allemaal kapitalisten en rijke mensen en elitaire omgeving. Maar dan nog, ik denk dat als je het zo brengt, dan ben je een soort roepende woestijn en dan verandert eigenlijk heel weinig. Overigens hebben natuurlijk de meeste mensen aan de linkse kant waarschijnlijk hetzelfde gevoel dat ze dat roepen en er niks verandert. Dus wat exact de oplossing is, weet ik voor het ook niet. Maar ja, volgens mij moet er harder gewerkt worden aan dat gesprek, aan de toekomst, aan de verandering. Maar En. ik zou het interessant vinden, bijvoorbeeld hem, ik ga hem niet interviewen, maar ik zou hem graag geïnterviewd hebben en gevraagd hebben wat hij eigenlijk van, of hij in de meritocratie gelooft. Als hij het boek van Sandel gelezen heeft. Dus binnen zijn eigen context. Dus hij citeert Piketty, hij heeft het over de linkse Brahmanen. Maar ja, maar Piketty is natuurlijk een stuk progressiever. Sandel is wat mij betreft een stuk progressiever. Wat Citizens Assembly en het oplossen van de abortuskwestie in Ierland benoemt hij? En dan zou ik zeggen, ja, wat vindt u eigenlijk van House of Lords? Moet dat afgeschaft worden? Of moeten we even, wat vindt u van het voorstel van dat permanente installeren als dat in Ierland zo goed gefunctioneerd heeft? Of dat we al zeiden van ja, met de commons, bijvoorbeeld privé-eigendom als hoeksteen van het liberale wereldbeeld. Maar daar zijn toch al commons geweest? Wat vindt u daar dan van? Dus ik zou zeggen, als je natuurlijk Graeber neemt en Hickel, dat is gewoon echt twee bruggen te ver. Maar Maar Sander met zijn boek, Sander en de Brug, is eigenlijk een beetje hetzelfde. Want hij schetst wel heel concrete, en daar gaat het hele boek ook over, de vijf concrete oplossingen. Maar dan nog begint zijn boek met: ik geloof in de meritocratie, ik geloof in het kapitalisme. En dus dat zie je nog steeds, dat ondanks dat hij heel veel dingen op een andere manier tegenaan kijkt in die wereld, dat hij nog steeds zegt: nee, maar dit is wel de enige oplossing. goed, ik ben natuurlijk wat dat betreft soms ook wel met distantie. Ik heb dat meteen na de verkiezingen gepost, omdat ik een artikel las van Schimmelpenninck en van hoe heet hij, Rob, de oprichter van de Correspondent. Iedereen helemaal door het lint, et cetera. En ja, ik begrijp het eerlijk gezegd niet. Dus ik vind het, wat er allemaal gebeurt, of wat er gebeurd is, dat is heel logisch. Het zat al overal aan te komen. Het is ook helemaal geen Nederlands fenomeen. Zegt hij bijvoorbeeld ook heel goed. Hij zegt bijvoorbeeld: Zweden, nog steeds functioneert die samenleving heel goed. Waarom heb je in Zweden ook die rechtse tendentie? En hij zegt bijvoorbeeld: dat vond ik in dat boek wel heel goed. Hij zegt: je moet nationalisme toch omarmen, maar in de positieve zin van het woord. En zeg je van ja, nee, het is allemaal onzin, et cetera. Dan drijf je die mensen allemaal richting populisme. Dus. Ik vind het eigenlijk, wat voor mij het meeste ontgoochelend was, is als je Sandel en Piketty, et cetera, al gelezen hebt, waarom blijft die meritocratie als in je wereldbeeld dan overeind? Bij mij is, ik zou zeggen, ik was vroeger een grote, gelo ik geloofde in de meritocratie. Nou, dat is op een gegeven moment, als je ouder wordt, dan zie je, oh nee, dat is helemaal niet zo. Als je oud wordt. Hè, dat lijkt. Ja, nee, maar dat is al gewoon omdat je dat om je heen ziet. Je ziet dan uiteindelijk dat netwerken en de hele discussie in Nederland heb je lid van het koor en weet ik veel wat allemaal. Dat zijn allemaal netwerken die elkaar helpen, et cetera. Nou, dat is overigens helemaal niks. Heeft ook helemaal niks met Nederland te maken. Dat zie je in principe overal. Maar we weten inmiddels, oké, sociale mobiliteit correleert één op één met je postcode. Nou, gaat tegen het liberale grondprincipe in. Alleen ik denk van ja, de man is zo oud, hij leest die boeken. Sandel is dan, vind ik uiteindelijk, als je nog een beetje gelooft in de meritocratie, dan is na het lezen van dat boek is het helemaal over. En dan denk ik van ja, maar als het bij mij helemaal over was met meritocratie, en zelfs ook met de negatieve aspecten die het eigenlijk automatisch creëert, heeft hij of maar een gedeelte van het boek gelezen, of heeft hij de rest ook gelezen, maar is hij het vergeten, of heeft hij bewust
het had weggeschoven. Dus ik vind dat hij selectief eigenlijk de dingen uit andere boeken oppakt. Vannacht, ik weet niet precies welke tijd is wanneer die overleed, maar hij is overleden. Charlie Munger is overleden. Oké, ja, maar die was heel oud. Ja, en daar zag ik een interessante post over en ik heb ook een enorme bewondering voor zijn manier. Maar hij heeft het onder andere over verschillende biases wat betreft besluitvorming. En ik denk als je kijkt naar, als je dit punt neemt van jou, hè, dus als je dat soort boeken leest en je haalt dan alleen de aspecten uit die jou statement ten goede komen, dan heb je dus zo'n bias op voor jezelf. Want dat is super duidelijk. Je hebt dus de elementen eruit gehad en de andere heb je niet gezien. Het is, Klopt. dat gebeurt dus heel onbewust, daar kunnen we niet zoveel van. Maar dat is dus wel het kritiekpunt wat wij beiden in dit geval dus hebben. En ik denk dat is zo mooi aan die Charlie Munger, is juist dat hij dus dat ziet en juist tegendraads handelt, omdat hij weet dat de rest dat principe in zich heeft. Dat hij dus irrationeel handelen, dat weet hij gewoon. En ik denk dat dat een heel mooi punt is. En met vol respect neem ik in deze nog even aandacht voor Charlie Munger. Ik vind het echt een bijzonder iemand. Niet het feit dat hij zo rijk is geworden met beleg, maar het feit dat hij zo bewust bezig is met hele rationele besluitvorming in alles wat hij doet. Ik vind dat echt bewonderenswaardig. Ja, misschien moeten we dat boek van hem maar bespreken, want hij heeft dus al die biases onder elkaar gezet. Ja, Het gaat een 100%. beetje richting, het is een beetje Nassim Taleb. Het is, we hebben natuurlijk ook veel over biases natuurlijk gezegd. En dat is overigens ook de reden dat ik persoonlijk, en daar ben ik jou ook altijd heel erg dankbaar voor, de boeken die juist je eigen denkbeelden omvergooien. En dat is Daniel Graeber, dat is Graeber, David Graeber geweest. Dat is hier Sandel, waar we het vandaag over hebben gehad geweest. Dat vind ik 10 keer interessanter dan, ik zou maar zeggen, als ik dit boek lees, dan zit ik naar mijn vader te luisteren. Dus de oude liberaal, ongelooflijk fatsoenlijk. Maar ja, Graeber, dat vind ik, ja, dat is denk ik van, hé, dat is even een heel ander geluid. Of zo heb ik er nog niet over nagedacht. Precies. En dat is dan precies wat je bij biases moet doen, hè? Ja. Ik zeg bijvoorbeeld altijd van, could the opposite also be true? Ja. En ik denk dat een van de oplossingen die ik vaak lees van Catherine Hayhoe, dat is een milieudeskundige, is dat het uiteindelijk is het de enige oplossing om met elkaar duidelijkheid te krijgen hoe het ervoor staat, is met elkaar in gesprek gaan. En jij noemde dat er straks ook. Hè? Dus je kan van elite kun je zeggen, hè, kijk, al die stemmen die zitten in het verkeerde hoek. Maar dat is niet de oplossing. De oplossing is met die mensen in gesprek gaan. Is met elkaar ontdekken wat is nou precies wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt. Wat zijn nou onze overeenkomsten in plaats van op zoek gaan naar verschillen. En ik denk dat maakt dan een maatschappij. Hij noemt dit dan de staat. Hè? Dat maakt natuurlijk een maatschappij sterker. En ik denk dat. Ik heb zeer veel bewondering van Craven, hoe zij dat telkens weer naar voren brengt, dat het gesprek de oplossing is. En hoe moeilijk dat ook soms is, omdat je zo tegengesteld bent op het onderwerp. Ik denk dat had hij bijvoorbeeld aan bod kunnen brengen. Dat je dat veel meer had gekund in de maatschappij, dat je het gesprek aangaat. Niet zozeer dat je, wat is nu het juiste wereldburgerschap, maar wat zijn de verschillende mogelijkheden en wat zijn de overeenkomsten van die verschillende partijen en hoe zouden we kunnen organiseren? Ik denk dat een mooi einde was geweest. Dankjewel voor het luisteren naar dit verhitte gesprek over het boek. Ik was ook benieuwd wat jij ook van vond van het boek. We hebben het in voor het gesprek ook nooit over. Het geeft altijd een interessant gesprek. En dus we leren ook van elkaar. Dat vind ik ook super mooi. Dus je hebt hetzelfde boek gelezen, je hebt toch andere invalshoeken. En dus we Ja. leren van elkaar. Tenminste, in ieder geval, dat is altijd mijn ervaring. En dus dank je wel daarvoor, Tom. Nu we toch in de week zijn van het Thanksgiving, zeg maar, in de VS. Maar ja, nee, dus dank je wel daarvoor, ook luisteraar, dat je weer hebt geluisterd naar dit gesprek en naar deze boekbespreking. En nou, en graag tot de volgende aflevering. Dank je wel, Tom. Ja, dank aan de uitgever. Zijn we vergeten. We hebben het boek natuurlijk weer gekregen. Maar goed, dat de mensen die vaker naar ons luisteren, die weten dat. Ja, dank iedereen.